Welkom bij de podcast van BasisBegrip. In deze podcast krijg je handige, praktische en vooral logische tips op het gebied van mindset, persoonlijke effectiviteit, zelfvertrouwen en communicatie. Om jezelf te versterken en je persoonlijke en werkgerelateerde uitdagingen succesvol aan te pakken. Ik ben Sandra en ik wens je heel veel plezier met het luisteren naar de BasisBegrip podcast. En deze week gaat de blog en de podcast over het verminderen van negatieve gedachten. Want dat is denk ik wel iets wat heel vaak ook voorkomt in de adviessessies. Hoe doe ik dat dan? Want we hebben natuurlijk allemaal wel eens last van te veel piekeren of stress en onzekerheid. En deze gevoelens worden vaak veroorzaakt doordat we zelf gewoon veel te ver doordenken en allemaal verwachtingen bijhalen die we helemaal niet zeker kunnen weten. En het loont zich dus echt wel om te proberen deze negatieve gedachten te stoppen. Het piekeren en de onzekerheid zal daardoor echt verminderen en waarschijnlijk houd je daardoor ook gewoon meer tijd en energie over. Maar helaas is gewoon simpelweg het willen stoppen met denken gewoon nog niet zo makkelijk. Een gedachte alleen maar stopzetten is gewoon best heel ingewikkeld, want ja, je kunt gewoon niet denken. Denk maar eens aan wat je wel vaker hoort van probeer niet te denken aan een roze olifant. En je denkt gewoon vervolgens de hele tijd aan een roze olifant. Dus achter dat stopzetten van gedachten, daar moet iets achteraan komen. Want anders ga je vanzelf weer op dezelfde manier verder denken zoals je gewend bent. Nou, onhandige, belemmerende gedachten verminderen, dat is dus niet zo makkelijk, maar het kan wel prima. Maar dat vraagt gewoon een aantal stappen. Allereerst moet je jezelf bewust zijn van je eigen gedachten en denkpatronen. Dus daarvoor moet je jezelf gewoon kritisch hebben geanalyseerd en geobserveerd. En moet je zelf inzicht hebben. En dat is gewoon echt een heel belangrijk onderdeel van persoonlijke ontwikkeling. Dat je dat doet. Jezelf eigenlijk eens analyseren hoe jij nou eigenlijk denkt op een bepaald moment of voordat je iets moet doen. Nou, zodra je hebt opgemerkt dat je weer iets aan het denken bent wat gewoon echt helemaal niet handig voor je is, dan roep je jezelf tot de orde. Dat kan je gewoon eigenlijk letterlijk tegen jezelf zeggen van oké, stop even, volgens mij zit je weer in een raar denkpatroon. Vervolgens vervang je na het stopzetten van die negatieve, onhandige gedachten, vervang je deze door een positieve, feitelijke of oplossingsgerichte gedachten. En dat is eigenlijk dus wel de crux van het geheel. Wat ik net al zei, het stopzetten kan gewoon niet zonder dat er iets achteraan komt. Dat vervangen van gedachten, dat is dus heel belangrijk. Ben je bijvoorbeeld onzeker over een bepaalde opdracht en ben je in je hoofd echt alleen maar aan het denken van, nou, ik kan dat niet, of nou, die en die zal wel commentaar gaan hebben over op hoe ik het doe. Stop dan die gedachte, hè, dat is stap 1. Stap 1 is eigenlijk bemerk het bij jezelf op. De volgende stap is stop die gedachte. En vergeet dan niet te switchen naar iets anders. En in dit geval kan het bijvoorbeeld dus heel goed zijn de feiten van de opdracht. Wat houdt de opdracht in en wat ga ik dus nu direct doen? Dus hele praktische, oplossingsgerichte, feitelijke gedachten. Waarmee je dus gewoon concentreert op het oplossen van de opdracht en niet meer op die negatieve gedachten die je had. En dan kun je gewoon beginnen en voordat je het weet is het gewoon klaar. Dus wil je iets wat onhandig voor je is, dus bijvoorbeeld van die niet-effectieve gedachten, wil je dat verminderen? Zorg dan dat je klaarstaat met een vervanging om je af te leiden en je bezig te houden. In het begin moet je jezelf hier steeds op wijzen en moet je jezelf gewoon steeds goed bewust bekijken van wat ben ik nu aan het doen. En kost het ook wat moeite en moet je je daarvoor inzetten dat je dan vervolgens je gedachten switcht. Maar als je dit gewoon vaker doet, dan zal het uiteindelijk gewoon steeds sneller gaan. Dus heel veel plezier met het aanpassen van je gedachten. En heb je daar wat hulp bij nodig? Of vraag je af van wanneer kan ik dat dan inzetten? Of geldt het ook voor mij? Als je daar een keer verder over wil praten, dan kun je uiteraard een adviessessie boeken. Kijk voor meer informatie op de site. En wellicht tot ziens. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik hoop dat je het leuk en nuttig vond en dat je de tips kan toepassen op jouw manier. Heb je vragen? Stuur dan een mail naar info@basisbegrip.nl of neem een kijkje op de site www.baasbegrip.nl. Tot de volgende podcast!